Niet leuke Jax. Nee. Helemaal niet leuk. Dat was een proeventest. Wow! Show. Hey, somebody's looking cool today. Hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer. We zijn nog steeds in het huisje in Duindeel, in de Duingeloo. Dus ik ga Jaxje in de wagen doen. En dan gaan we weer lekker aan de wandel. I take you with me. Woe! Romy! En kijk, en dat beeld dat versnellen we gewoon, hè? Ja, dat zou ik doen, ja. Hier komen ze! Woehoe! Hier komen ze! Wacht even hoor, ze moeten even komen. Dat was heel leuk, dat kan je ook wel doen, Jola. Ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan, dus ik zag er toch niks van. Nou, daar gaan ze hoor. Zo, daar zitten we dan eindelijk. En hoe was de midweek? Ah, heerlijk. Heel leuk. Heel leuk, hè? Jo en Bart die hebben net toch nog eventjes gezwommen. En ik heb met Mike en Lau en Romy en Dexie en Jax allemaal heb ik nog even lekker op het terrasje gezeten. Dus het was echt super geslaagd. Wat een weertje vandaag, zeg. Oh. Heerlijk. Het is 15 graden, maar het voelt aan als 20, omdat er niet zoveel wind stond. Was het maar 15 graden? Dat is 15 graden. Ja, nu hè. Het is nu bijna half 8. Ik dacht al. Ik denk dat vanmiddag 17 graden was misschien. Heerlijk. Echt heerlijk. Top. Hoppa. Ja, daarom. Nou, wie weet van de zomervakantie nog een keertje. Ja, lijkt me lekker. Ja. En nu lekker naar huis. Hoe is best, thuis best. Zo jongens, I know, I see they're not out, want ik kom net bij het ziekenhuis vandaan, spoedpost, huisartsenpost. En helaas, pindakaas, borstontsteking, dat is wel echt heel vervelend. Maar één voordeel, met deze antibiotica die ik nu heb gekregen, mag je wel borstvoeding blijven geven. Dus dat kan wel gewoon doorgaan. Maar ik baal er wel echt heel erg van. Ik wil echt geen antibiotica. En ik hoop dat de koorts snel zakt.
En dat met dit weer. Hij was ook helemaal in paniek. Ja. In het ziekenhuis. Ja, door het nieuws wat van jou hoorde. Oh ja, dat ja, zal het zijn. Ja, wat gebeurt er met mijn moedertje? Ja, oh. Zo, dus dit is mijn dag. Liggend in bed. Met mijn lieve Jacksje. En Bartje. En Bartje. En de golfapparaat. En 24 graden buiten. En een hele lastige antibiotica, wat je 2 uur van tevoren niks mag eten. En 1 uur daarna ook niks mag eten. En dat 3 keer per dag. Ja, niet leuk hè, Jax? Nee. Helemaal niet leuk. En ik denk dat het ook deels is gekomen. Nou, het komt, de bacterie komt binnen via het tepelkloven, als het goed is. Dus als je tepelkloven hebt, die ik natuurlijk al heel lang had, dan heb je gewoon heel veel kans op een borstontsteking, omdat er bacteriën dan in je borst kunnen komen. En het kan ook komen omdat hij best wel verkouden was gisteren, of is. En toen ben ik tegen mijn borst aan gaan drukken, zodat zijn neusje niet helemaal tegen de borst aan zat tijdens het voeden. Maar ja, als je natuurlijk heel het gaat drukken zo in een houding, dan krijg je ook verstopte melkklieren. Dus dat is waarschijnlijk de reden, een van die twee dingen, of samenloop van dingen. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk, want ja, ik wil wel gewoon goede borstvoeding kunnen blijven geven. Is het wat? Ja. Maar het heeft nu wel heel veel tegenslagen gehad, die borstvoeding. Het valt me wel heel erg tegen. Het is wel echt doorzetten, dit. Allemaal voor jou. Hé? Ja. Zo, goedemorgen. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. We zijn klaar om weer even naar het ziekenhuis te gaan, naar de huisartsenspoedpost. Want gisteren had ik meteen een afspraak gemaakt voor vandaag om eventjes te kijken hoe het gaat. En ik voel me al een stuk beter. Ik heb geen koorts meer. Dus ja, de kuur slaat aan. Dus ik denk niet dat ik heel veel te horen krijg in het ziekenhuis. Maar die twee doen er wel nog pijn. Eentje ja, en ja, de ontsteking doet zeker nog wel pijn, ja. Dus ik weet niet of dat ook meteen weg hoort te zijn, maar dat ga ik straks even horen. Dus, Jola gaat... in de kamer. Ja, dat wilde ik net zeggen. Jola gaat even mee. Zo, nou, je ziet het. Ik zit in de auto met Joltje. En Jax, die zit daar. En Bart is de auto aan het wassen, zoals je ziet. Ik hoop trouwens dat je me hoort daardoorheen. De dokter heeft gezegd dat het inderdaad ja, goed gaat. De koorts is weg eigenlijk, dus ik mag er wat dingen doen. Ik moet wel blijven koelen en heel vaak kolven. Proberen toch die borst helemaal leeg te blijven krijgen. En dat was het. Wat de huisarts trouwens wel vertelde, is dat het ook mogelijk is dat je productie gewoon echt een stuk minder is na de borstontsteking. Of tijdens de borstontsteking al en daarna ook nog de productie. Dus dat, ja, daar baal ik wel heel erg van. Maar goed, ik moet even gaan ervaren hoe dat allemaal is. En aan de andere kant heb ik dus ook nog steeds kloven en dus ook kans dat daar ook een ontsteking zou komen wanneer daar een bacterie bij komt. Dus ik ga toch morgen weer even praten met de lactatiekundige. En ja, kijken wat nu echt verstandig is om te doen verder. Dit is trouwens de antibiotica die ik heb. Coolpax, daar zit ik de hele tijd mee. Zo, tussen de voedingen of tussen het kolven door. En tijdens het kolven of vlak voor het kolven, dan moet je juist weer de borst warm maken en mee masseren met de borst en vooral de plek waar de ontsteking zit. Dus ik heb alvast in de auto de kolf meegenomen. Hij werkt op batterijen, echt super handig. Dus ik ga nu in de auto alvast even afkolven. Dan hoef ik straks in de strandtent ook geen borstvoeding te geven, want dat vind ik nu op dit moment nog een beetje te pijnlijk, waar allerlei mensen bij zijn. Dat is best veel kaas. Zo, daar zit ik dan hoor, in de schaduw. Heerlijk plekje. Eet smakelijk allemaal. Smakelijk.
Huh, waar is Jola nou? Nee, dat was een proeventest. Jullie zouden kennen mij. En nu ga ik het echt doen. De echte test of de echte echt? Nee, ik doe de echte echt. Oh, spannend. Wow! Hey, weg! Zo, dat heeft mijn schatje even voor mij gemaakt. En aan de edit. En weer aan het kolven. Ik dacht dat kolven, dat is meteen een mooie gelegenheid om even te gaan editen. Morgenochtend moet er namelijk weer een vlog online staan. En die had ik nog niet geëdit, omdat ik gisteren natuurlijk super ziek was. Dus gelukkig ben ik nu beter en kan ik er nog even een half uurtje voor vinden. Dus dat ga ik even snel doen. En ik merk wel dat ik echt door de antibiotica best misselijk ben. Je mag die dus niet nemen. Het moet 2 uur na je eten en dan weer 1 uur voor je eten. Maar in die uren rondom het innemen van die antibiotica ben ik ook echt best wel misselijk. Heb ik helemaal geen zin in eten. Dus super lief van Bart dit. Maar ik heb niet eens trek. Ik ga even beginnen met de broccoli. Dan heb ik in ieder geval het gezondste al gegeten. Zo, de vlog is net op tijd geëdit. En ik moet weer snel terug naar boven. Want daar hebben ze mij nodig. Dus in ieder geval, dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie natuurlijk maandag weer. Tot dan. En niet vergeten te abonneren en duimpje als je de video leuk vond. Dankjewel. Doei. Rock that joint.